Ben je er wel een beetje voorzichtig mee, anders kunnen we het niet meer terugbrengen. Is het wel zo'n goed idee? Wil je nog terug dan? Want hij kan er ieder moment zijn. Oké, jij doet de deur open en dan ben je weg. Ja. Staat de muziek op scherp? Ja. Komt u binnen? Erg leuk. Nee. Sherazade wil u graag wat vertellen. Gaat u zitten. Dit is echt niet flauw bedoeld. Oké, dan blijven we staan. Lucas? Sherazade heeft een heel zielig verhaal gehoord. Over een jonge maagd die de mooie sheik heeft afgehouden en daar ontzettend veel spijt van heeft. Maagd. In overdrachtelijke zin. Maar waar het om gaat is dat het meisje de sheik graag beter wil leren kennen. Als de sheik daar nog toe bereid is. Maar de sheik is geen speelbal en hij had dan toch wel wat voorwaarden. Ach, u kent het wel. Het is een eeuwenoude vertelling. Vertel maar hoe het verder gaat dan. Wel, de sheik wilde weten waarom de zogenaamde maagd deed wat ze deed. Omdat zij heel dom was. Terwijl de sheik gecharmeerd van haar was, omdat ze zo slim was. Oh, maar ze is ook heel slim. Ze hield zich alleen vast aan iets dat voorbij was. Iets dat niet meer bestond. En ze hoopt dat de sheik haar in het hier en nu nog een tweede kans wil geven. Doe die belachelijke sluier af.